met de meest afschuwelijke uitshirt speelt die ik ooit van mijn leven gezien heb. Een dambord blokjes. Gewoon blokjes. Dat kan toch niet? Wie gaat er nou met een shirt met blokjes spelen? En dan nog zo'n donkere broek erbij en die... En dan denk ik, weet je, die lopen gewoon voor lul. Ja, maar die lopen gewoon voor lul. En dan denk ik, je moet een effe shirt hebben. Mits je Celtic ben en Milan, heb je streepjes. Maar ken jij nog één club in Europa die in een blokje shirt speelt? Boavista. Ja? Nou ja, dan ben je er al, hè? Boavista. Hij heeft 5 minuten na kunnen denken. Nee. Het kwam er ook zo uit alsof het een kruiswoordpuzzel is. Maar, en Kroatië. Kroatië, ja, maar dat is met de vlam. Nou, maar het is geen gezicht. En dan denk ik, weet je, die pakken, iedereen weet toch. En weet je, het is maar je had ze liever in een fleurig Skymaster-achtig pak willen zien. Dat het een beetje ontspannen is. Nee, natuurlijk niet. Ze hadden gewoon in een zwart pak met een of dat nou een lichtblauw of dat is een crème shirt of een weet je, je hebt dat zacht roze heb je. Een licht hemd. Nou ja, dit is niet goed. Nee, dat is inderdaad niet goed. Trouwens, Utrecht denkt over een roze uitshirt na, maar de twijfel is nu toch aan. Maar als ik jou zo hoor, denk ik, dat moeten ze me niet doen. Want dan zit je volgende week hier over het uitshirt van Utrecht te praten. Het is toch een keer de doelman van Utrecht die in het roze ook zou kiezen? Nee, Feyenoord was dat. Zoeterbier. Oh ja, dat mocht niet, hè? Ja. Ja, maar ik vind, in Italië heb je een club, hè? Maar bij Italiaanse playboys... Ja, staat het mooi. Ja, staat het mooi. Maar FC Utrecht moet niet in het roze gaan spelen. Past ook niet bij de cultuur van die club. Die moet in overals gaan spelen in uitwedstrijden.